Koninklijke Visio. Welkom bij deze video van Koninklijke Visio. Mijn naam is Obbe Albers. Tijdens deze video kijken we naar de mogelijkheden van een iPhone en iPad zonder thuisknop. Vanaf de eerste iPhone had de iPhone en de iPad hadden beide een thuisknop, het ronde knopje onderaan het scherm. Nou, bij de laatste modellen is die vervangen voor een knop aan de zijkant. En daarnaast werkt de telefoon dus op een andere manier, omdat de thuisknop als basisknop werd gebruikt om altijd weer in het beginscherm terecht te komen. Om bijvoorbeeld de toegankelijkheidsopties aan en uit te zetten. En nog wat andere opties, zoals ook de vingerafdrukscanner om in je iPhone of iPad terecht te komen. Nou, die vingerafdruk is vervangen door Face ID, oftewel het scannen van je gezicht. En aan de hand daarvan toegang verlenen tot je eigen iPhone of iPad. Hierdoor hoef je niet de code in te voeren. Nou, we gaan eventjes de belangrijkste mogelijkheden langs om toch gebruik te kunnen maken, ondanks dat er geen thuisknop is, van de iPhone en iPad. Ik ga hem even ontgrendelen. Normaal gesproken doe je dat met de thuisknop. In dit geval niet meer. Aan de rechterkant zit een knop. Die druk ik in. Ik pak hem er even bij. Houd hem voor mijn gezicht. De telefoon herkent mijn gezicht en ik ben erin. Normaal gesproken als ik een app open, bijvoorbeeld de agenda. Agenda, nieuw in agenda, koptekst. En ik wilde terug naar het beginscherm, dan drukte ik op de thuisknop. Nou, aangezien die er niet is, is die vervangen door een knop. Nou ja, niet een echte knop, maar een streepje onderaan het scherm. Nou, zet ik mijn vinger onderaan het scherm en veeg ik omhoog agenda tot ongeveer een derde, ga ik altijd terug naar het beginscherm. Dus als ik de app open, ik zet mijn vinger onderaan, agenda, koptekst, onderaan aan het scherm en ik veeg omhoog agenda en ik laat los, ben ik weer op de beginpagina, op de homepagina. Dit werkt bij iedere app op deze manier. Heb je nou meerdere apps openstaan en wil je bijvoorbeeld wisselen tussen die apps, dan moet je hoger vegen, oftewel nog steeds van onderaan, maar tot ongeveer 2/3. Appkiezer, agenda, actief. Nou, dan opent de appkiezer. Omhoog met 3 vingers om de app te sluiten. Handelingen beschikbaar. Nou, en aangezien de voice-over aanstaat, geeft hij ook aan hoe ik apps kan afsluiten. Dus door middel van het vegen van 3 vingers omhoog kan ik deze app afsluiten. Agenda's KNF bereader actief. Staat de voice-over uit, kan dit gewoon met 1 vinger. Het wisselen tussen de verschillende apps kan door te vegen met 1 vinger van rechts naar links of van links naar rechts. App Store actief. Nou, als ik nu deze app wil openen, kan ik gewoon, als ik deze app wil openen, kan ik gewoon met 1 vinger dubbel tikken en dan opent hij de app. Nou, wil ik nu dus weer terug naar het beginscherm, veeg ik van onderaf ongeveer tot 1/3. En nu ben ik weer op het beginscherm. Siri wordt ook geactiveerd tegenwoordig met de knop aan de zijkant in plaats van de thuisknop die vroeger onderaan zat. Als ik deze 2 seconden indruk, kan ik een opdracht geven aan Siri. Siri, kun je beatboxen? Boombada, boombada, boom, boom, boombada, boombada, bada, bada, boombada, boombada. Ik kan hier de hele dag niet doorgaan. Boombada, boombada, boom, boom, boombada, boombada, bada, bada, boombada, 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 boom, boom, boombada, boombada. De toegankelijkheid
Als je bijvoorbeeld de voice-over toegankelijkheid hebt toegevoegd in de snelkeuze, kun je deze aan- en uitzetten met de knop aan de rechterkant door daar snel 3 keer op te drukken. Ik zal het even laten zien. 1, 2, 3. Voice-over uit. En ook weer aan. 1, 2, 3. Nee. Nog een keer. 1, 2, 3. Voice-over uit. Hij zegt gewoon niet als die aangaat, heel handig. Ik heb een beetje met deze zitten oefenen. Ja, blijkbaar zegt hij niet dat hij aan is. Maar als je hem dus weer 3 keer indrukt, dan gaat hij ook weer aan. Dus 3 keer uit, of 3 keer indrukken is uit, 3 keer indrukken is aan. En afhankelijk van welke keuzes je onder de sneltoets zet, want je kunt daar van alles onder zetten. Bijvoorbeeld ook de vergroting, of het vergrootglas. Meerdere mogelijkheden. Het aan- en uitzetten van de telefoon werkt ook anders. Dit werkt door het indrukken van de grote knop aan de rechterkant. En daarna de volumeknop naar beneden, tegelijk. SOS noodmelding. Dus het indrukken van de knop aan de rechterkant en dan vervolgens in combinatie met de volumeknop voor minder volume. Nou, dan krijg ik deze melding. Bovenaan in beeld staat dan zet uit. Nou, en als ik dan dubbel tik, dan gaat die uit. Het aanzetten van de telefoon doe je door de knop aan de zijkant en de rechterkant wat langere tijd in te houden totdat er een appeltje in beeld verschijnt. Nou, zie je dat nou niet, houd hem dan ongeveer 5 seconden ingedrukt. En dan zal hij daarna weer aangaan. Loopt je telefoon nou vast of heb je problemen met je telefoon, kan het ook helpen om de telefoon een reset te geven. Dit doe je door de volumeknop harder even kort in te drukken, dan even zachter de volumeknop in te drukken. Dus even indrukken en weer loslaten beide. En vervolgens de knop aan de rechterzijkant, de grote knop, langere tijd in te drukken totdat er een appeltje in beeld verschijnt. Het voordeel van deze manier is dat je niet je simkaartcode weer opnieuw, je pincode van je simkaart weer opnieuw moet invoeren, wat nu wel het geval is. Als je de iPhone helemaal uit hebt gezet en weer aanzet, zou je altijd opnieuw je code moeten invoeren voordat je Face ID weer werkt. En ook je pincode, dus van je simkaart. Dus dat is wat meer werk. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies, video's en podcasts. Heb je een vraag? Stuur een mail naar kennisportaal@visio.org of bel 088 585 5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org.